Hi, ik ben Martijn. Dit zijn de nieuwe Fitbit Charge 6. Of nee, één van deze is de oudere Charge 5. De vraag is eigenlijk, weet jij welke? Ja, de rechter is de oudere Charge 5, dus de zwarte en rooskleurige zijn de nieuwe Fitbit Charge 6. En fysiek gezien zie je eigenlijk alleen maar een verschil door het knopje aan de zijkant. Die heeft de Charge 6 wel en de Charge 5 niet. Dus eigenlijk zijn het nagenoeg dezelfde horloges, behalve dan dat de Charge 6 een aantal nieuwe features heeft die ik in deze video ga uitleggen. Plus, alles wat de Charge 5 al goed maakt zit ook in de nieuwe Charge 6. Leuk dat je kijkt naar deze eerste indruk. Ja, versie 6 dus alweer van de Fitbit Charge. Heel eerlijk, het is eigenlijk gewoon een Fitbit Charge 5, maar hij heeft 3 nieuwe vette Google-functies gekregen. Nou, zijn ze op het moment dat ik deze video opneem zo nieuw dat ik ze nog niet kan connecten met mijn telefoon. Dus het is een beetje moeilijk om te laten zien hoe het eruit ziet, maar ik kan het wel vertellen. En dan maak ik later gewoon een YouTube short of een TikTok, zodat je ook kan zien hoe het er straks uitziet. Maar dit zijn in ieder geval de 3 functies. Ten eerste kan je gebruik maken van Google Maps. En gelukkig hoef je niet het GPS-signaal te gebruiken van de Charge 6 zelf, want dan zou de batterij heel snel leeg gaan. Maar je gebruikt Google Maps op je telefoon en de gegevens van Google Maps stuurt hij dan naar je Fitbit, zodat je op je horloge kan zien wat de routeaanwijzingen zijn. Daarnaast kan je YouTube Music besturen via je Charge 6. Dus als je een abonnement hebt bij YouTube Music, staat dat ook waarschijnlijk op je telefoon. En dan kan je via de Charge 6 YouTube Music besturen. En tot slot kan je ook gebruik maken van Google Wallet, oftewel Google Pay, om te kunnen betalen met je horloge. Wat ook nieuw is, en dat is geen Google-functie, is dat je de Charge 6 kan koppelen via Bluetooth aan fitnessapparaten. Elk fitnessapparaat wat Bluetooth heeft, kan je hem aankoppelen. En dat betekent vooral dat je hartslag, die je horloge meet, je kan aflezen op het fitnessapparaat. Dus als je bijvoorbeeld aan het roeien bent, is het handig. Want dan hoef je dus niet je hand los te halen tijdens het roeien, wat onhandig is. Maar je hartslag wordt weergegeven op de display van het apparaat, zodat je gewoon lekker kan doorsporten en toch je hartslag kan checken. Het design is dus ook 99% hetzelfde ten opzichte van de Charge 5, behalve dan dus die knop aan de zijkant. En op zich is het wel handig, want je voelt iets beter waar je moet klikken als je bijvoorbeeld terug wil in het menu. Hij heeft een AMOLED display wat hele mooie kleuren weergeeft. Hij heeft ook een heerlijk touchscreen wat heel soepel werkt en hij komt dus in deze 3 kleuren. In het begin van de video had ik 2 keer een Charge 6 en een Charge 5, maar die Charge 5 heb ik vervangen voor deze witkleurige Charge 6. Dus wat je hier ziet zijn alle 3 de kleuren van de nieuwe Charge 6. De bandjes trouwens zijn Infinity bandjes, zoals Fitbit ze zelf noemt. Ze zitten heel comfortabel en je kan ze ook makkelijk wisselen als je dat wilt. Dan heeft de Charge 6 trouwens ook meer sportprofielen dan de Charge 5. Dat zijn er nu 40, waar de Charge 5 er 20 had. Dus hij heeft net zoveel sportprofielen als bijvoorbeeld de Versa 4 en de Sense 2 van Fitbit. Dus als je naar activiteiten gaat, dan zie je inderdaad dat er 40 soorten activiteiten te kiezen zijn. En daar zitten bijvoorbeeld ook zwemmen tussen en andere watersporten, omdat de Charge 6 waterdicht is. Ja, eigenlijk zijn dat de grootste nieuwigheden aan de Charge 6. Ik ga nog wat meer specificaties laten zien, maar die zaten ook eigenlijk allemaal in de Charge 5. Maar het zijn naar mijn mening ook wel echt specificaties die de Charge 6 een hele goede activity / fitness tracker maken. Wat ik zelf altijd heel erg relaxed heb gevonden is Fitbit's Active Zone Minutes. Dat zat al op de Fitbit Charge 4. En wat Fitbit hiermee doet is eigenlijk bijhouden hoeveel minuten je in een actieve zone hebt getraind. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je voor een goede basisgezondheid minstens 150 minuten per week actief moet zijn en moet trainen met een hartslag van een bepaald niveau. En elke minuut dat je traint met een hartslag in een bepaald niveau, telt Fitbit op bij je week totaal, zodat je kan zien of je actief genoeg bent geweest. Nou is 150 minuten de basis. En als je denkt, ik kan meer, dan zet je die target gewoon naar 300. Maar wat dus heel erg goed werkt, is dat je elke week kan zien of je je target aan actieve minuten haalt. En als je ziet dat je een beetje achterloopt ten opzichte van andere weken, dan kan je gewoon een extra workout inplannen om je activiteitslevel, zeg maar, op peil te houden. De Charge 6 meet natuurlijk je slaap. En als je een abonnement neemt op Fitbit Premium, wat de eerste 6 maanden gratis is als je dit horloge aanschaft, dan krijg je bijvoorbeeld inzichten in hoe je stresslevels zijn opgebouwd. En dat vind ik wel heel cool, je krijgt ook een herstelscore na een nacht slapen. Hij neemt daarin bijvoorbeeld je hartslagvariabiliteit mee en hij geeft je dan een advies over wat je die dag kan doen aan de hand van dus je herstel. Dus als je de afgelopen dagen heel erg actief bent geweest en je bent wat minder goed hersteld, dan kan hij zeggen vandaag even relax doen, want je moet nog verder herstellen. Of als blijkt dat je goed hersteld bent, kan je het advies krijgen om gewoon vandaag volle bak aan de slag te gaan voor een intensieve workout.
In de nacht meet hij trouwens ook je huidtemperatuur. En als die dan afwijkt ten opzichte van je basislijn en hoger is, kan dat duiden op lagere weerstand, meer kans op ziekte. En dan krijg je ook het advies om bijvoorbeeld even wat relaxer te doen op die dag. Hij heeft ook de slimme slaapfuncties die je kent, dus slaapmodus, waarbij als je omdraait in je bed niet per ongeluk het licht aangaat waar je wakker van kan worden. En hij heeft ook een slimme wekker, dus dan stel je bijvoorbeeld in, ik wil opstaan tussen 7 uur en 7:30. En in dat half uur zoekt Fitbit dan het moment dat je in een wat lichtere slaap zit. Dan wekt hij je, zodat je lekker relaxed kan opstaan. ECG en EDA zitten ook in de Chart 6. En die ECG gebruik je voor het maken van hartfilmpjes. De app van Fitbit, die ik helaas nog niet kan laten zien, die herkent ook hartritmestoornissen. Dus als er afwijkingen te zien zijn op je hartslag, dan zal die je daar meldingen over geven. Met EDA scan je je stress levels. Tijdens het meten hou je je horloge vast en meet die dus je stress levels. Je vult dan achteraf in hoe je je voelt. En uiteindelijk, als je dan vaker zo'n scan doet, kan die je advies geven over wat je kan doen om je stress te verlagen. Dus bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen. Oké, laten we ook even door het menu heen lopen, zodat je weet hoe het eruit ziet als je dit horloge bestuurt. Dit is de homescreen. Als je naar beneden scrolt, krijg je daar gegevens over de dag. Dus aantal stappen, aantal kilometers, active zone minutes. Ik heb er al 250. Actieve uren zie je ook. Je krijgt je huidige hartslag bijvoorbeeld. Slaapgegevens en herstelscore als je connect met de app. SPO2 en het aantal trainingen die je hebt gedaan deze week. Scroll je naar boven, dan krijg je Google Wallet. Je krijgt wat gegevens over niet storen. Je kan je slaapmodus aan en uitzetten en ook bijvoorbeeld koppelen dus met fitnessapparaten. En hier zie je ook wat andere instellingen. Ga je naar rechts, krijg je meldingen. Dus WhatsApp, e-mail of andere meldingen die je wilt ontvangen van je telefoon. Hier zitten ook alle sportprofielen, dus workouts. Dus als je dan wil sporten, dan kan je hier alle profielen vinden. Er zitten hier alarmen, timers ook. En hier vind je ook de EDA-scan, ECG-scan en ook Google Maps en YouTube Music. That's it. Tot slot, batterijduur. Fitbit claimt 7 dagen bij, zeg maar, gemiddeld gebruik. Maar goed, als je gaat hardlopen en gaat fietsen en je gebruikt het GPS-signaal van het horloge zelf, gaat de batterijduur veel minder lang mee. Maar bij gemiddeld gebruik, ja, 7 dagen, zegt Fitbit. Voor nu was dit de eerste indruk van de nieuwe Fitbit Charge 6. Ik heb het daar straks al gezegd. Eigenlijk is het gewoon een Charge 5 met een paar nieuwe extra, vooral Google, functies. Nou, was de Charge 5 al een hele goede activity tracker. De Charge 6 is uitgebreider, dus gewoon een beetje beter. Heb je nog vragen over de Fitbit Charge 6? Laat ze dan weten onder deze video in de comments. Dan praten we daar nog even verder. Voor nu, thanks voor het kijken en ik zie je graag in de volgende video. Doei doei!